Dag meneer Langeweg. Gaat hij winnen vandaag? Unforgettable? Doe mijn best. Hij is goed, maar 50 meter. Ja? Niet zo gedaan. We gaan het zien. Succes! Dank u wel. Dames en heren, het moment nadert. Het défilé voor de Taqa Grote Prijs der Lage Landen, de kwartet Jackpot Koers. Voor sponsoring danken wij hartelijk Taqa. Zij hebben voor een niet onaanzienlijk deel bijgedragen aan dit schitterende prijsgeld. En de paarden gaan zich voorstellen. Onder nummer 1 doet dat Zandokan Eden in bezit van de heer van Marion, trainer en rijder Frank Westerveld. Dan onder nummer 2, Goldigger. Goldigger in bezit van, getraind door en gereden door Peter Stroper. Onder nummer 3, Jerof Trans Air, in bezit van de heer Guldemond. Trainer is Hans Bot en de catchdriver vandaag John de Leeuw. Dan onder nummer 4, Zorba Oldeson, een van de troeven van Merwestaal Moerdijk BV. Trainer op de vliegerrijder Robin Bakker. Sterk Belgisch contingent in deze Taqa Grote Prijs der Lage Landen. Onder nummer 5 hebben we Ultraforce, in bezit van, getraind door Stefan van Bergen en gereden door Nico Danens. Onder nummer 6, dames en heren, Jamira Limburgia, aan bezit van stal Zorgen Buiten de Poort. Trainer en rijder Dion Tesselaar. Onder nummer 7, Welmoed Landerye, in het bezit van Merwestaal Moerdijk BV. Trainer en rijder Rob de Vlieger. Onder nummer 8, dames en heren, hebben we Moulin de Mykonos, in bezit van, getraind door en gereden door Gerry van Loek. Dan de eyecatcher onder nummer 9, Unforgettable. In bezit van de heer Elzinga, getraind door Arnold Mollema. En vandaag gereden door de handen Hugo Langeweg Jr. Onder nummer 10, Lies Pettevinière. In de kleuren van Écurie La Pettevinière. Getraind door Henk Grift en gereden door Ruud Pols. Niet meer weg te denken in Nederland. Op lange baan en op korte baan. De stal van Lieven de Grote. Hij rijdt hier zelf nummer 11, Magnat Crown. Trainer, eigenaar Lieven de Grote. Rijder Lieven de Grote. En onder nummer 12, Must de Javie, de tweede pupil van stal Lieven de Grote. Getraind door Lieven en gereden door Kurt Roeges. En dat, dames en heren, zijn ze de 12 deelnemers aan de Taqa Grote Prijs der Lage Landen 2011. U heeft nog een minuut of 5 voor uw weddenschappen. Om precies te zijn, bijna 4 minuten. Standby. De vlag naar beneden. De start is gevallen voor de Taqa Grote Prijs der Lage Landen. En die begint desastreus, zou je bijna zeggen, voor Goldigger. Die kan de drafter niet onder krijgen. En het is na de start aan de leiding vanuit het eerste band. Hier of Transair. Goldigger is uitgeschakeld. Hier of Transair de leider. Ja, maar Hier of Transair is een paard dat de leiding niet wil hebben. En wat een droomstart was er voor Nico Danens aan de binnenzijde met Ultraforce. Westerveld had een mindere start met Zandokan Eden. Maar ik denk dat als hij zo dadelijk eens gaat kijken of er wat te halen valt aan kop bij John de Leeuw, dat hij zo die kop over mag nemen. En dan wordt hij natuurlijk heel gevaarlijk. Jamira Limburgia ligt er prachtig bij. Geldt ook voor Welmoed Landerye. En kijk ook naar Unforgettable. Wat heeft die een start gehad met Langeweg Junior? Achter Unforgettable vinden we dan terug het nummer 11 van Magnat Crown. En achter Magnat Crown is het nummer 8 Moulin de Mykonos. Dat zijn zo'n beetje de voorste paarden. Betekent dat alleen Goldigger dus op een groot achterste of uitgeschakeld is zelfs. En we daar het moment krijgen dat Zandokan Eden en Frank Westerveld de leiding overnemen in de Taqa Grote Prijs der Lage Landen. Ja, Zandokan Eden in een naar het oog een gedrukt tempo. Met een kleine lengte voorsprong. Jerof Transair op de tweede plaats. In derde positie dan Ultraforce.
En achter Ultraforce hebben we op de vierde plaats Jamira Limburgia. Ja, zo wordt dan de landscheidingsbocht gerond. Wat verder weg volgt Welmoed Landerye. En daarachter is het dan Unforgettable. Die wordt gevolgd door Magnat Crown. En aan de binnenzijde van Magnat Crown hebben we daarachter dan de stalgenoot Muste Javi. En de paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Deelnemers hebben zo dadelijk nog een volle ronde af te leggen. Maar vooralsnog is het Zandokan Eden die leidt. Zandokan Eden is de leider op de tweede plaats hier of Transair. Derde is Ultraforce. Vierde Jamira Limburgia. Ja, vijf is Welmoed Landerye. In zesde positie zien we daarachter de nummer 9. Unforgettable. De zevende plaats is van Magnat Crown. De achtste plaats aan de buitenzijde van Muste Javi. Negende is Moulin de Mykonos. Tiende op dit ogenblik is dan Zorba Olderson. En elfde aangesloten Lisbeth de Vignère in de laatste ronde. Langeweg junior zit te wachten totdat iemand hem naar voren gaat brengen. En dat gaat nu ook gebeuren. Het is Rob de Vlieger die zich daarvoor leent met Welmoed Landerye. En zo ronden de deelnemers de bocht. Gaan op weg naar de overzijde van de baan. En passeren daar de paal van de laatste 1000 meter in de Taqa Grote Prijs der Lage Landen. Met aankop van het veld Zandokan Eden. Op de tweede plaats Year of Transair. Krijgt een juweel van een koers. Daarachter dan Ultraforce. Achter Ultraforce is het dan Jamira Limburgia. Die gaat naar het tweede spoor. Achter deze paarden aan de binnenzijde Magnat Crown. Met verreweg in het veld dan Welmoed Landerye. Die vanuit deze positie heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Moulin de Mykonos volgt met verreweg in het veld dan Hugo Langeweg Jr. Die daar prachtige plaats ligt met Unforgettable If Good Enough. En daarachter dan de laatste paarden bij Lisbeth de Vignère. Nummer 10 galop en onregelmatig. Lisbeth, de binnenkant van de benen gaat. Lisbeth de Vignère is uit koers. En de paarden zijn zo dadelijk halverwege de bocht. En nog altijd in afwachtende houding in middenveld Welmoed Landerye. En daarachter dan Unforgettable. Langeweg junior weet als die gebracht wordt, dan wordt die gebracht in de Duindigt rechte lijn door een paard als Welmoed Landerye. Laatste bocht is inmiddels gerond. En het is nog altijd Zandokan Eden die leidt. Kan Zandokan Eden dan het vuur uit de sloffen lopen bij de concurrentie? Dat is precies wat Frank Westerveld gaat proberen. Zandokan Eden is de leider. Heeft twee lengte voorsprong genomen. Ultraforce die heeft het moeilijk. Hier of Transair. Die kan ook niet aanklampen. Daar komt Welmoed Landerye. Nummer 6. En de galoppade voor Jamira Limburgia. De paard in de laatste 150 meter. En het is nog altijd Zandokan Eden. Maar wat komt daaraan? Komt daar Unforgettable? Daar komt aan Year of Transair. Die komt en daar komt Unforgettable. Maar Zandokan Eden, die is binnen. Unforgettable tweede. Close voor de derde plaats. Tussen Year of Transair en Welmoed Landerye. Daarachter Magnat Crown. Ultra Force. Zorba Olderson. Verder weg in het veld hebben we dan nog Moulin de Mykonos. En daarachter ook nog Mus de Chavi. Nog een mooie bos bloemen. Frank, heel kort. Ja, ik wil toch even een reactie van je, want dit is natuurlijk het moment van je leven. Ongekende klasse. Nooit gedacht wel dat het paard het zou kunnen. En ik win zonder te rijden. Je wint zonder te rijden. Dat smaakt naar heel veel meer. En ik heb van meneer van Marion gehoord, Vincent is een optie nu. Dan gaat hij 1 juli heen als het goed is. En dan rij ik hem ook eens een keer zelf. Dat lijkt me nou een goed idee, want jullie zijn een superteam, dames en heren. Ik heb hier de grote winnaar van de Taqa Grote Prijs der Lage Landen en die gaat voorrijden. Ik vraag een extra groot applaus voor een fantastisch paard. Een paard dat zich ontwikkeld heeft als geen ander van 3 naar 5-jarigen toe. En zo jong al winst in de Taqa Grote Prijs der Lage Landen. Een unieke prestatie. En Frank die gaat zitten en gaat voorrijden, dames en heren. Pas op nou, Frank, want het ene tikje naar het andere deelt hij uit. Maar hij ziet er prachtig uit met zijn krans en zijn zierdeken. En nog even de foto voor het sponsorbord. En dat was de voorplaat, denk ik, die Wim daar schoot. En dan is nu echt het moment daar, dames en heren, dat u in de handen kunt voor de sympathieke Frank Westerveld. Winnaars van de Taqa Grote Prijs der Lage Landen 2011 op Emirates Day hier op de Renbaan Duindigt. We'll be right back.